heel mooi kunstwerk wordt dat. Er zitten spullen in mijn doosje en er zitten spullen erop. Een blaadje, een dennenappel en een eikeltje. Heel erg mooi. Nou. Mag ik een dennenappel? Nee, jij mag een dennenappel, heb je geen. Hier is een dennenappel. Wil je die van mij? Op El Habib hebben wij 100% allochtone leerlingen. En als je naar de kenmerken van de kinderen kijkt, dat zijn kinderen van sociaal zwakke milieus, laag opgeleide ouders, taalarme thuis, waar ze en de meeste hebben geen peuterspeelzaal gehad. Als je logisch nadenkt, daar blijven niet veel alternatieven over dan onderwijstijd verlengen. Verlengen op school, verlengen thuis. Nou, bij het ouders hebben wij afspraken gemaakt. Als u wil dat uw kind succes heeft, straks naar HAVO en voor VWO kan gaan, dan moeten we samenwerken. We kunnen sowieso altijd vragen doen bij de leerkrachten. Je kunt hier zomaar binnenlopen om zulke vragen eigenlijk te stellen. En dus we krijgen op papier heel veel. We krijgen sowieso in het begin van het jaar een adviezenboekje waar heel veel informatie staat over welke boeken, over welke CD-ROM's ze kunnen gebruiken thuis om gewoon taal, rekenen en zulke dingen allemaal te stimuleren. Als ouders thuis bijvoorbeeld een kleuter van groep 1 tot 10 leren tellen, dan hebben wij tijd over op school om andere dingen aan het kind te leren. Ook al hebben ze een lage opleiding, maar ze hebben wel allemaal hoge verwachtingen. Als je nou kijkt naar de voorkant van het kaf en luistert naar de titel, waar denk je dan dat het over gaat? Vanaf groep 1 tot en met 8 hebben we de woordenschatdidactieklessen dagelijks op het rooster staan. Bij de kleutergroepen hebben we de methode speelplezier aangepast aan de kenmerken van onze populatie. Het eerste wat de leerkracht doet, is die woorden aanbieden in de vorm van een spel. Oh, ik heb zo'n reuze honger. Met mijn voorpoten ga ik die graven. Ja, graven, zo. Tijdens dat toneelstukje komen de drie woorden, die drie nieuwe woorden die die dag aan bod moeten komen, worden centraal gezet. Mis. Ik denk dat ik de andere richting moet gaan graven, want hier is de regenworm niet. Na het voorbeeldspel hebben we het gezamenlijk spel in de middag. En dat is eigenlijk het consolideren van de nieuwe woorden. Wat moet u zeggen? Waarom ga je niet lekker graven? Waarom ga je niet lekker graven? Om de leerkrachtvaardigheden te bewaken, voeren we klasconsultaties uit. Dan gaan we kijken of die lessen zoals die op het rooster staan ook aan de orde komen. Bij het maken van een opstel werken wij ook vaak in tweetallen en daarvoor gebruiken wij de tweetalcheck. Wat zijn de voordelen ervan? Tweetalcheck, inhoud daarvan is dat je samen gaat werken. En je hebt iets af en moet je wachten op de andere. En de andere geeft ook adviezen. Ja, wat voor een T-schema, het is gewoon een T-kaart noemen we dat. Het is een soort stappenplan. Voor onze kinderen moeten we heel duidelijk zijn. We moeten het heel visueel maken hoe ze bepaalde oefeningen, opdrachten moeten maken. Over de scholen. Ja, onderwijs. Ja, onderwijs. We hebben geconstateerd dat al de maatregelen interventies heel goed geholpen hebben. Als we weten van dat was onze input en dat is output, dat wij zelfs mogen zeggen dat ruim 40% van groep 8 naar het voortgezet onderwijs doorstroomt HAVO, VWO klassen. Dus wat dit betreft zijn we hartstikke tevreden mee.